is een groot tekort aan leraren op basisscholen in Nijmegen. Scholengroep Connexus vraagt daarom of ouders die daartoe bevoegd zijn voor de klas willen gaan staan. Karen van Wegen van de PABO en Twan Jansen van Connexus reageren op deze nieuwe maatregel. We hebben een brief geschreven aan ouders en daarin hebben we uitgelegd dat wij steeds moeilijker aan invallers kunnen komen. Dat heeft ertoe geleid dat we in de afgelopen weken, maanden ook al een aantal keren, het is niet zo vaak, maar wel een aantal keren, een klas naar huis hebben moeten sturen. En het komt niet vaak voor, maar het geeft wel heel veel ophef. En daarom hebben we die brief geschreven. We hebben ook aangegeven wat wij daar zelf aan doen. Maar we hebben tegelijkertijd de ouders opgeroepen. Van, mochten jullie nu een onderwijsbevoegdheid hebben, of ben je opgeleid als onderwijsassistent en vind je het leuk om in te vallen en je werkt nog niet volledig of je werkt niet meer, maar je hebt wel die bevoegdheid. Nou, meld je aan, want je kunt bij ons aan de slag en invallen. Nou, het is in ieder geval een signaal wat duidelijk maakt dat het lerarentekort in het primair onderwijs langzamerhand grote vormen aan begint te nemen. En ik denk, een structurele oplossing is het natuurlijk niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat een schoolbestuur uiteindelijk de keus maakt om incidenteel naar bijzondere maatregelen te grijpen. En daar kan dit er één van zijn. Wij vinden het alleen maar verantwoord dat de leraren voor een klas staan. Dus ja, ideeën dat wij ouders zomaar voor de klas gaan zetten, dat gaat echt niet gebeuren. We hebben ouders gevraagd, heb je een bevoegdheid als leraar of ben je opgeleid als onderwijsassistent? Dan kunnen we je gebruiken. En als we de kinderen moeten opvangen, dan kun je ons ook nog als vrijwilliger. Maar niet als leraar of vervanger van leraar voor de klas. Nou, of ik het verantwoord vind, dat hangt er een beetje van af vanuit welke invalshoek je het benadert. Als je het hebt over de kwaliteit van onderwijs aan kinderen, dan gaat het natuurlijk om bevoegde en bekwame leerkrachten. Als het gaat om een noodmaatregel, om een probleem op te lossen of een acuut probleem op te lossen, dan kan ik me voorstellen dat een bestuur dat doet op die manier. En dan moet je niet veronderstellen dat die kinderen op die dag adequaat onderwijs krijgen. Dan moet je ervan uitgaan dat die kinderen op die dag gewoon op school zijn en op een goede manier opgevangen worden.